Kijkers van Taylor Gaming, vandaag eindelijk Reign of Kings. En ja, nou laten we maar eens beginnen. Oké, ik moet toegeven, ik zat zo net op deze server een bestaan op te bouwen. Maar ja, als ik dan in mijn fucking wood shit sta. Weet je, ik laat het gewoon wel even zien. Waar zijn ze? Oh ja. En dus wat er dus gebeurde, is dit. Oh, kut. Oh, kut. Zijn ze er nou? Het zijn ze echt hoor. Wat? Come on, 1v1. Wow, dit staat toch nergens op, man. Nou, we doen het voor mijn lief. Ah, dit is pussy game, boys. Oh my fucking god. Ja. Dat dacht ik dus ook. What the fuck. Maar ik moet je toegeven, bonen ze wel weer goed. Maar ja, ze zijn te pussy om 1v1 te doen. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Tijd om een nieuw bestaan op te bouwen. Of ik ga gewoon meteen koning worden. I don't know. Zo te zien ben ik al te ver gelopen. Dus ik moet even iets terug. Ja, weet je jongens, zie ik je wel, je ziet me zo wel terug wanneer ik bij mijn huis ben. Oh, kut. Dat heeft hij gehoord. Oké, die komt dus niet zijn deur uit, gelukkig. En eenmaal aangekomen. Zijn ze er volgens mij nog? Daar is dus iets geglitcht. Oh kut, ze zijn er nog. Ik zal mijn spullen oppakken. Oké. Heb ik mijn ding neergelegd? Hier. Ah, ze zijn met waardevolste spullen vandoor. Nou, jammer dan. Dit is wel jammer, maar oké. Ik was te laat met Concure. Heel veel te claimen van het gebied. Maar ergens anders te gaan wonen. Sowieso de smelter meenemen. Oh. Snel de shit oppakken en wegwezen. Oh shit. Surprise boeit me niet echt. Dat hoef ik niet mee te nemen.
sommige dingen willen niet opgepakt worden, maar ja, 70 blokken al mooi. Dan moet ik even een nieuw plaatje vinden waar ik mijn base kan bouwen. Workbench mee, yep. Some dennery. Smelter heb ik mee, mooi. Ja, wat is het daar? Oh, een zandbouw, oké. Dan zie ik jullie zo wel weer terug wanneer ik een plekje heb gevonden om een huisje te bouwen. Oké. Okay. Ik heb een plekje gevonden waar ik huisje kan bouwen, dus waarom niet hier? Oh, met die blokken bouwen. Ja. Volgende aflevering weet ik niet als ik met andere mensen ga doen. Heel veel mensen van mij hebben dit spel ook. Dus maybe willen die eens een keer opnemen. Dus ja. Ik zie wel wat schipstrand. Dan kan ik de blokken hier niet plaatsen. Oh, de muziek. Lol. Oh. Oh, nee. Hallo, sir. Hallo. Are you friendly? Yes. Okay, me too. Nou, ik weet het nog niet hoor. Oh, thanks. Thank you. En dan gaat hij het vertrouwen wekken zeker en laten mijn huisje kapot maken. Oh, nee. Lol. Ik denk dat ik de volgende aflevering van YOLO ook probeer koning te worden. We hebben god niet op, maar oké, okay, we zien vanzelf wel. Oh, eindelijk. Yeah. 5% taxes. Nou. Eindelijk. Weer wat shit terug. Ben ik op zich best wel blij mee. Maar mijn steel hatchet is wel weg. Of steel cutters axe. Ja, dat is wel jammer. Daar kan ik echt heel veel hout mee hakken. 18 per slag. Oh, volgens mij wel, ja. Ja. Dus ja, dat is wel jammer dat ik die niet meer heb. Maar oké. Okay. Maakt op zich niet meer zoveel uit. Ik heb nu een nieuw bestaan. Probeer ik verder op te bouwen. En ja. Komen ze weer langs. Dan zal je het zo snel mogelijk zien. Ik hoor iemand lopen. Oké. Nou. Een crest. Oh, damn. Ik weet dat die gozer kunnen vragen van heb je een letter hide voor mij? Maar nee. Nee. Dit is echt zo makkelijk over te claimen nu. Dus ik moet even snel een diertje vinden. Laat de shit gewoon niet achter voor wat het is. Nou, er zit tenminste één iemand in mijn guild. Maar die moest gaan, dus. Dus ik, oké. Dan neem ik het wel even over, dit stokje. Dus ik denk dat hij in de tweede aflevering die Tom dus er wel bij is. Zo niet. Dan doe ik het zelf. Of met iemand anders. En er komt ook nog een nieuwe gast. Bouke. Maar ja, Tom is ook een nieuwe gast, dus die moet ik ook even introduceren. Maar dat doen we wel wanneer hij er is. Oh, wacht eens even. Javelin. Nou, dat vind ik wel genoeg. Zwaaitje erbij. Stony sword. Come at me, bro.
Mis. Hij slaat mis, joh. Oh, nou gaat hij hier wegrennen, pussy. Yep. Wat? Wat is er mis? Ja, Jesus. Haha, hij is dood. Let it hide? Ja. Bam. Meat. Let it hide, haha. Meat kan wel weg. Daar komt de crest in. Ik ga meteen overclaimen, hoor. En dan zijn ze weer zo binnen. Weet je, ik was te laat met de crest plaatsen en dat claimde dus het heel gebied. Ongeveer, dus even kijken. Nou, 10 meter rond dit gebied. Nou, hij is aan de concurrent wel aan het claimen. Dat gaat nog wel even lekker zijn gang. En ja, wat gaan we nu doen? Waar is die wolf? Ik denk dat ik in de tweede aflevering eventjes naar het Plagoe Village ga. Daar krijg je echt iets loot uit die Plagoe dingen. Zoals steel, eten, water, niks. Nou ja, dat maakt niet uit. Die toortjes moeten even weg. Even eten. Ah, oh, geniaal dit. en ik denk dat... Wat? Hij is uit de dood herrezen. Serieus. Op je muil. Was die stone? Oké. Oh, en dan gaan we weer wegrennen, pussy. Prikkianus, hoppakee. En hart. Meat. Bones. Fang. Nou, dat deed de stemmetje met Henry. Die fan, ja. Ja, knip. Die fan, die kan wel weg, want ik weet bij god niet waarom ik ze moet gebruiken. Meat heb ik nauwelijks nodig, omdat er echt heel veel baddies zijn in een game. Dus dat hoef ik ook niet. Ja. Dus het hart kan ik wel gebruiken voor potions. Dus ja, die neem ik wel even mee. Ik word echt pissig als er nu nog iemand aankomt, hè. Ik ben al een tijdje bezig geweest met meteen naar huis. Ja, fuck it. De duik staat op 20%. Dus laten we even wat hout gaan maken. Plakjes. Nou. Nee, kut. Kut. Hallo, sir. What's happened over here? He's a little hedgehog. I want his head. Okay, I can help you. Okay. Thank you. No problems. Time to chop his head off. Yeah. Hit him. Hit him again. Oh, good hit, man. Good hit. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Right in the middle. Oh, yeah. Oh, yeah. Come on, boy. Come on, hedgehog. Come on. There we go. He died. I'm just gonna take his items, like his his tools, that's all I need. Yeah. He doesn't really have anything else. I mean, if there's anything you need there, take it. Thank you for the help, my friend. Oh, good. Okay, but why did you kill him? Because he attacked me. I was gathering stones and this bitch just ran right up behind me. So I hit him and I hit him and he ran away. Okay. Thanks. Later verraad ik hem wel. Wauw, zo droog.
Ja, de Hitman, ja, maar de web. Nou ja, gelukkig kan ik een ondertiteling er neerzetten, dus dan weet je precies waar ik het over heb. Maar nou is weer een vraagje waar mijn shit ook alweer is. Oh, gevonden. Nou, pleur ik meteen even een... Ah, verdomme, flex te ko... Laat maar. Oh ja. Jezus. Daar ging even die boom neer. Of ja. Iemand is hier, iemand is hier. Ik ben een beetje geconfused, maar... Hier is iemand in de buurt. Ik hoorde hem rennen. Ja. Nou, hij heeft tenminste olie. Dat is weer nuttig om steel armor te maken. Waarom het zo verrekte nacht blijft, joh, dat weet ik niet. Maar ja. Ja. Ik denk dat ik even deze shit moet plaatsen. Nou, niet zoveel, maar oké. Okay. Nou, ik vind het wel goed voor nu. Dus ik ga de volgende aflevering bezig met Iron Gatheren, mensen killen uiteraard, en die gozer misschien verraden. Maar dus, vond je deze video leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En wil je meer van ons zien? Abonneer dan even op ons kanaal. Voor nu zeg ik, tot de volgende aflevering.